Onze website ziet er nu zo uit. Beetje kaal als je het mij vraagt. Daarom wil ik graag een nieuw thema installeren, want zo noemen ze dat. Via weergave thema's heb ik de optie om een nieuwe toe te voegen. Ik kies nu de optie populair of nieuwste om alle recent ontwikkelde thema's die gratis beschikbaar zijn voor WordPress te kiezen. Ik heb de keuze uit honderden ontwerpen. En op het moment dat ik zeg dat ik een website wil dat hierop lijkt, klik ik op installeren. Als het downloaden klaar is, klik ik op activeer. Mij wordt meteen gevraagd of ik QWERTY wil helpen. Nee, bedankt. Dat hoeft niet. Ik ben benieuwd hoe mijn website er nu uitziet. Ik ga naar de voorkant en ik herlaat de pagina. Ik zie al dat het er heel anders uitziet dan daarnet. Het menu heeft al een beetje vorm gekregen en hier rechts zie ik dat mijn homepagina, ook wel aardig uitziet. Dit is in de basis hoe je een thema installeert. Verder raadt het thema mij aan om de volgende plugins te installeren. Nou, dat doe ik. Ik selecteer hier het vinkje en ik klik op install alles. En ik klik op toepassen. Het installeren van de plugins is voltooid. Op het moment dat je bijvoorbeeld een thema koopt op TeamForest, upload je het thema via FileZilla. Of ga je naar Weergave, Thema's, Nieuwe toevoegen en klik je hier op Upload. Je kan dan het zipformaat, het bestand, uploaden dat je van TeamForest gekregen hebt.